Yo beste mensen, what's up en welkom weer op een nieuwe Phasmophobia video. Ik wil jullie welkom wezen, want vandaag gaan wij het weer professional spelen. Vandaag ga ik voor één keer niet professional alleen spelen, want onze gastheer is hier weer, Godbed. A few moments later. Hallo. We gaan dus vandaag professional spelen. Welk mapje had jij in gedachten, Remy-san? Wel, ik heb gekozen voor Bleasdale Farmhouse, omdat dat de enigste normale map was dat ik had. Dus, deze gaat, plezant worden. Hey bro. What? Oh my god! Oké, een beetje spanning kan geen kwaad. Dus, ja. Gaan wij in de video duiken. Dus, en glitch. Let's roll that intro. A few moments later. Oké, dus we moeten uitzoeken welke geest dat we hebben. Dus we moeten detecteren met motion sensor. Pak een team member. Mm-hmm. Dat ik een ghost event moet meemaken. En dan nog clear the area met smudgesticks. Dus smudgesticks! Yahoo! Thermometer, boek. Elizabeth Jones. Oh my god! Wow! Allee dan. You ready, my smudge stick? I am. My glow stick. Ha! Gay! Do you wanna say it? Me? Geen deur aan de linkerkant. Ah ja, wat hier. Zo? Ik was iets te vroeg met de deur. Wat? Ik droom nu al uit. Hè? Already? We didn't even start yet. We moeten eerst zien wat de stroom dan ziet. Waarschijnlijk. Of hier van achter. Hè? Die deur kluts toe. Ja, ik kan wel. Ik kan op vrij verre afstand de dingen dicht doen, hè? De deuren. De chauffage aan. Oh, ons poepje warme kom. Oh, veel beter. Oh. Seriously, what the fuck are you doing? Lekker in mijn kamer. Ha! Gay! Now you're taking this too far. Oké, het is hier te doen. Hè? Ja, mijn ging af. Ik pak niks. Ik doe die lokker open en ik heb piep. Ik denk dat het boven zal zijn. Alhoewel, ik verschiet niet. Een paar video's geleden, letterlijk in zo'n ingebouwde kast. Hè. Ja. Dat was de eerste keer toen ik alleen speelde op professional voor YouTube. Ik heb al een paar keer professional gespeeld. Ik zeg, dit gaat mij lukken alleen. Ik zeg, wat kan er moeilijk aan zijn? Update kwam. Yep, meanwhile me, I'm piept. Dan moet het hier anders zien, niet waarschijnlijk. Het is meer in de achterste ruimte. Zeg, en dan gaat deze stop mee? Nou, weet of al zijn? Nee. Zie die zo fucking smerig? Zit zelfs geen water er meer in? Daar kun je niks mee al zijn, nu, zelfs niet met Javel. Oeh. Ik krijg het al niet meer proper. Dat is gewoon voor de container in. Waar is de gamma dat we een nieuw toilet kunnen placeren? A few moments later. Ik denk dat het van doen zal zijn. Wat is het dan? Ik weet niet, is het dan toch beneden? Oh, bot! Rechtaf. Ga je de foto toestellen? Ja.
Het is juist die deur achter de trappen. Ouija board, ik ga hier nog een keer overal checken. Ik kan boven eens kijken, zonder. Zeg maar, al die toiletten hebben juist hetzelfde? Ja, dat is een oud huis, hè. Oh, nee, ik krijg hier 5 graden. Negen graden, ja, het is in deze kamer hier. Zes. Dus het kan nog freezing worden hier. Oh, jezus. Well, dat raad je, we hebben daar in één keer afging beneden. Dat kan wel zijn. Allee, die ging daar zo in één keer af, dus kun je. Boom. Ik heb er al een boek in het midden van de kamer gelegd. Oké. Oké. Wat? Heeft hij al gehecht? Ja. Are you serious? Ik heb niks gehoord. Toen ik hier was. Oké. Okay. Oké. Hij is al aan het hunten. Oh, het is al 12. Remy, verstop u! Why are you running? Why? Ik zit letterlijk in de spawnroom, Andy. Kon niet anders. Oh nee, die is door de deur! You don't scare me! Ja, you. Voy a la playa, ya subió la marea. Only, it's only a game. Why you have to be mad? Wat zeg je? Als je binnenkomt in het huis, eerste deur links. Denk naar beneden? Ja. Huh? Gast, hoezo zeg je nu al dood? Ik zweer het, ik heb gelopen zo snel ik kon en ik stond helemaal van achter in de hoek. Maar je ligt alweer met je achterste achteruit. Ja, ik lig goed in je zetel, hè. In je zetel? Vanaf en buiten het raam, ja. Door het raam. Bij mij is dat met een voet. Help me. Ze hebben professional heel moeilijk gemaakt, nu wel. Want die achtervolgt echt waar je naartoe gaat. En dan blijft hij ook op de laatst geweten locatie zitten. Really, nigga? Allee, ik speel weer eens professional en ik ben weer als eerste dood. En die dies and dies over and over again. Well, last time it was me, now it is you. Yeah. Now, how am I supposed to do this? Huh? Fucking demon. Ja, maar dat was wel heel snel. Je hebt letterlijk nog maar 13, je hebt 11% sanity. Dat meen je niet? Ja. Oh, dan ben ik hier weg. You crazy, dog. Hoe lang zijn we aan het recorden? 11 minuten, ongeveer. Ja, 11 minuten en een half. Daaraan mocht je niet meetellen. Dat is van in het begin van de intro van het menu tot nu, hè. Dus, hoe lang zitten we in het spel? 6 minuten? Apropos, zoiets, 6 minuten? 5? Ik ben al dood, hè. Allee, merci, hè. Joe. Ja, ze heeft in het boek geschreven.
Leave or die. Leave or die. Are you here? MF3. Uh-huh. Are you here? Waarom doet dat niet? Are you here? Yes. Oh, IMF5. Ja, IMF5. I'm fucking out of here. See ya, bitch. Yeah, 2 seconds later, getting hunt. Goodbye. Dan ben ik me weer uit het huis geraakt. Weer al levend. Yes. Kom de tweede deel van mijn bewijsmateriaal nog gepakken. 50 sanity. For shit, heb ik Ghost Orb nodig? Ja, maar bekijk eens. Heeft hij... Oh nee, heb ik spirit. Ook wat dan? Daar juist ook in de keuken. Vond je nergens fingerprints? Ah, misschien op die badkamerdeur. Voilà. Bingo. Daar heeft hij wel aan gezeten, dacht ik, hè? Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet. Ik was al dood voordat ik het merkte. Moest ook smutsen, dacht ik, hè? Ik dacht het wel. Ja, smudge. Ja. Probleem is, daar in die badkamer zit keiveel licht, dus als hij door zo die deur even flasht, zo'n seconde, als dingen, Ghost Orb kunnen we dan niet zien. Maar, die zit wel in die kamer, want IMF gaat daar constant af. Dus, kan niet zijn dat hij in het onder zit. Are you just whispering a Smurf song in a horror house? Yes. It's creepy, no? Well, it's kind of creepy and it's kind of funny. Help. Ik leer weg, echt waar. Fucking hell, jongen. Waar was dat? Ik was juist zo, denk ik, toen dat ik dat hoorde, maar ik weet niet wat. Is iemand hunten? Blijf van die deur. Telefoon. Ik wil deze niet meer, dat niet. Fucking... Oh ja, stroom staat af, tuurlijk. Droom maar eens terug gaan aanzetten, zeker? Ze is nog niet gaan hunten, want het paars UV-lichtige lamp brandt nog. Ah, juist nog motion sensor. Oh, het was een mistake, doet daar nog een light. Wat bewijs moeten we dan nog hebben? Fingerprints. Iets dat we heel lastig aan te vinden zijn voor het moment. Heb je op die badkamerdeur gecheckt? Is hij aan het hunten? Nee, ik heb al licht aan in de kamer. Ja, ik heb al gecheckt. Niks te vinden. Are you here? Mijn spraak niet meer. Hallo? Are you here? Sowieso spiritbox, dat kan niet anders. En wat komen we dan als het op spiritbox zit? Only Cannelloni, I guess. Nee? Wacht, een spiritbox. Dan komen we uit op jou, op Oni. Maar Oni is... Weakness. Being more active will make the Oni easier to find. Het geval, hè? Oni is more active when people are nearby and have to be moving objects at great speed. Maar... Hoezo staat dat licht weer aan in die kamer? There be rumors they become more active than around. Ah ja, ik heb geen motion sensor. Oni zou ook toch wel kunnen, zo. Ja. Gaan we gokken? Ja, is goed. Het vermist dat geen ghost erop is voor een moment. Ja, want als dan uw dingen niet werkt, ja, dan kunnen we hier nog lang zitten, dat soort dingen. Ja, voilà. Dus ik ga Oni aanduiden. Ja, ik heb het aangeduid. I don't leave me! Sneef, sneef! Bye bye! You are dead soon. Ja, het was een Oni! There you go, boy! Yoppa!
Boys and girls, bedankt voor het kijken. Vonden jullie dit een leuke video? Smash alvast even dat blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En ik wil Godbed nog eens bedanken voor deel te nemen aan deze video. Bedankt. Heel graag gedaan. Linkje van Godbed vind je onderaan in de beschrijving. Zeker checken, zeker abonneren. En dan zeg ik zoals altijd bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bye bye. Bye bye.